Vanaf Sportpark aan de Sportlaan in Ermelo heet ik u van harte welkom. Vandaag op het programma de wedstrijd DVS 33 tegen Kozakken Boys. We gaan zoals gewoonlijk voorbeschouwen met de trainer, de hoofdtrainer van DVS, Roland de Berge. Goedemiddag Roland. Goedemiddag. Roland, ik heb vanmiddag van de week naar het weekjournaal gekeken. En daar had je het over doorbreken en stunten. Wat kunnen we vanmiddag verwachten van jouw ploeg? Ja, kijk, ik bedoel daarmee dat wij dus tegen die hele goede ploegen, dat wij gewoon echt een topdag moeten hebben, willen we daar punten tegen halen. En eigenlijk denk ik dat het wel eens een keer ervan moet komen. Dus we hebben ons weer heel goed voorbereid. Maar goed, ja, je bent van zoveel factoren afhankelijk. Maar ja, we proberen toch weer tegen deze zeer goede ploegen vandaag een goed resultaat te halen. Oké, en wat weet jij van de speelwijze van Kozakken Boys? Nou, die varieert nogal. Dus ze hebben wel eens met twee spitsen gespeeld. Af en toe met drie. Het belangrijkste is wel dat zij gewoon heel aanvallend spelen. Heel veel lopende mensen hebben. Dus veel door elkaar heen ook. Veel opkomende mensen ook. Dus er ligt ook veel ruimte in hun rug. En daar hopen wij ook een beetje gebruik van te maken vandaag. Oké, duidelijk. De tactiek. Over tactiek gesproken. Pas jij je... Als jij tegen een huidige nummer 2 speelt van de topklasse aan de nummer 2? Of kijk jij uit je eigen visie van je ploeg? Nou, elke week kijken we in ieder geval waar we onze winst kunnen halen. We hebben natuurlijk een heel seizoen zijn we bezig met het ontwikkelen van onze eigen speelwijze. En ik denk dat dat wel gewoon goed staat. En dan is het gewoon elke week kijken van waar kun je winst behalen ten opzichte van de tegenstander. En soms zet je wat meer druk naar voren op een ploeg en soms zak je juist wat in. En ik denk dat er vandaag in ieder geval achter hun laatste lijn, dat daar gewoon veel ruimte ligt. Dus het is van ons van belang dat we in ieder geval heel compact gaan spelen vandaag. En dat we bij balverovering gewoon heel snel uitkomen. Ja, we zullen daarnaast gewoon heel erg zuinig moeten zijn. Want heb je balverlies dan gaan hun dat gewoon afstraffen. Daar zijn ze heel goed in. Oké, iedereen fit? Ja, zo goed als. Okan is nog niet helemaal fit en Emran ook niet en Daan natuurlijk niet. En voor de rest is het grootste gedeelte aanwezig vandaag, ja. Oké, duidelijk. Dan wens ik je namens DVS TV heel veel plezier en we hopen op een mooi resultaat voor DVS vanmiddag. Dankjewel. En daar rolt de bal van voor het eerst vanmiddag. DVS heeft afgetrapt. De wedstrijd DVS 33 tegen Kozakken Boys. DVS wou er meteen vandoor, maar Kozakken Boys neemt over. Gari. Goed daartussen van David van der Groep. Mooie actie van Basil Camara. Gaat mee naar voren. Geeft de bal aan Ali Akla. Die kan vertrekken. Nog geen aansluiting. Kijken wat Ali gaat doen. Ali Akla gaat de 16 meter binnen, gaat schieten. En schiet daar net naast. Wat een mooie actie. Na de bal van Basil Camara op Ali Akla. Was helemaal alleen besloten gaan schieten. En schiet maar net naast. David van der Groep. Kaatst daar met Robert de Vries. Robert de Vries in de richting van Kai Velda. David van der Groep opnieuw balbezit. Gaat heel mooi door de beentjes. Mooie actie hier. Gaat verder. En daar wordt de overtreding gemaakt door Gaari. En dat is de tweede gele kaart voor Kozakken Boys na 14 minuten voetballen. Assistent-trainer moet ik zeggen, Danny Buis, gaat hier een tekeer tegen de scheidsrechter. In zijn ogen was dat absoluut geen gele kaart, maar het was gewoon duwen. Maar laten we in het midden laten of deze gele kaart terecht of onterecht is. Komt die corner, kijk of die goed is. Die gaat aan iedereen voorbij. Kai Velder kan die bal hier achterin oppakken. Geeft de bal aan David van der Groep. David van der Groep. Kai Velder gooit die bal in de 16 meter. Achterin is dan Mike Arends. En daar pakt de keeper die bal. Of gaat die bal gewoon naast? Die bal gaat naast. Tavares. Gari. Laat die bal slim lopen, steeds twee keer. Stout komt daar heel gevaarlijk voor de goal. Draait drie keer om zijn as, maar vergeet dan de bal aan een medespeler te geven. Was wel een... leek een grote mogelijkheid aan te komen voor Kozakken Boys. Maar
Loopt goed af voor DVS. Kaifel daar. Even wat ophef over dat duel net met Stout en Kai Velda. Het publiek reageert er even op. Eloas Giri daar. Gaat daar tussen twee man door. Nee hoor, daar is David van de Groep goed tussen. Harry Pinasje knapt het goed op, maar DVS kan de bal niet houden. Kozakken Boys heeft veel druk op dit moment. Jonge Neil slingert die bal voor. En die kus in de handen van Paul Epping. Die laat hem schieten, maar Basile Camara helpt hem een handje. Daar moet Paul Epping komen en heeft hij de bal ook. Jacoba. Gari. Eloas Giri. Gaat weer op avontuur. Eloas Giri. Giri nog steeds gaat schieten. Bal gaat net naast. Paul Epping die had het al heel snel gezien. Maar het was toch nog even heel spannend om te kijken of die bal wel naast ging. Corner Mike Arends. Komt die bal. Scherp daarvoor de eerste paal Robert de Vries. Ali Akla. Geeft de bal terug aan Mike Arends. Slingert de bal opnieuw in de tweede paal. Nee, daar is op dit moment niemand. Yasin Koort brengt die bal weer de 16 meter binnen. Mike Arends kan daar goed doorgaan. Kan die bal voorgeven. Er is achterin. Oh, Kai Velda. Via de keeper gaat de bal over de achterlijn. Grote kans voor DVS. Gari, het hoofd van Jorre van Zanten. Robert de Vries, Stout, Tekleap, Tavares, Jonge Neil, Tavares, geeft die bal voor. Oeh, daar is de spits van de bal. Deze aanval loopt nog door. Goeie redding daar van Paul Epping op de inzet van Stout. Schut geeft de bal aan Gari. Stout. Geeft de bal aan die nummer 6. Bot. Krijgt een kans daar. Schiet de bal over. Joran van Zanten. Op Heiko Epe. Die heeft de ruimte. Heiko Epe. Verspeelt daar de bal. Gevaarlijk daar. Gaat Stout zich met die aanval bemoeien. Joran van Zanten voor zich. Die bal komt er tussendoor. Er zit Grot. En die schiet de bal over. Gevaarlijk moment in die omschakeling door balverlies van Heiko Epe. Ali Akla. Mooie actie daar. Robert de Vries. Ali Akla. Kai Velda, mooi gevoeld. Kan hij gaan schieten? Schiet hij daar net over de goal van keeper Hogedoren. Goed gezien dat Kai Velda daar aan de rand van de 16 meter vrij kwam. En goed schot, maar een half metertje over de goal van keeper Hogedoren van Kozakken Boys. Ja, Heiko even met de vrije trap voor DVS. In de richting van David van de Groep. Krijgt de bal op zijn rug. Tekleap kan overnemen. Bal bij Gahari. Gahari. Op Grot. Grot, opnieuw in balbezit daar. Harry Pinasci. Oh, die bal weer teruggelegd. Daardoor goede actie daar. Goed keeperswerk van Paul Epping, zeg. Op die inzet van die nummer 6. Bot. Opnieuw houdt hij DVS absoluut in de race voor minimaal een punt. Robert de Vries op Harry Pinasci. Robert de Vries in de richting van Christian van den Kamp. Daar zit de Mulder goed tussen. Tavares. En daar fluit de scheidsrechter voor de laatste keer deze middag. Goed resultaat hier voor DVS 33. Ze houden namelijk de huidige nummer 2 van de topklasse op 0-0. Een verdiend punt hier voor DVS 33. Kort na deze wedstrijd gaan we analyseren met beide trainers, zoals je van ons gewend bent bij DVS TV. Naast mij assistent trainer Danny Buijs, welkom. Roland ten Berge ook naast mij. Danny,
Zo kort na de wedstrijd, met wat voor gevoel sta je hier? Aan de ene kant wel teleurgesteld, omdat ik vind dat we vandaag heel matig gevoetbald hebben. Ja, zeker in de eerste 25 minuten mogen we van geluk spreken dat we daar niet op achterstand kwamen. Oké, naarmate de wedstrijd vorderde hebben wij ook onze kansen gehad om hier toch misschien stiekem met 0-1 te winnen. Oké, dan moet je ze maken en dat hebben we niet gedaan. Maar over de hele wedstrijd denk ik dat beide ploegen een punt verdienden en niet meer. Dat is mijn mening. Oké, duidelijk. Hey Roland, ben jij het daarmee eens of kun je daar nog wel aan toevoegen? Nee, ik ben het daar wel mee eens. Ik denk dat wij ook de eerste fase hebben die kans gehad met Mike, hè, tegen de paal aan. De laatste fase van de eerste helft vond ik wel dat wij wat moeite hadden met de organisatie. Dus toen hielden we eigenlijk de spitsen hielden we niet meer voorop, de laatste fase van de eerste helft. Dus toen moesten we echt ver terug. Toen kwamen we wel wat in de problemen. Toen kregen hun nog die grote kans met dat overstapje. Na rust hebben we dat eigenlijk veranderd door David eigenlijk voorop te zetten en Mike weer vanuit het middenveld te laten spelen. Dat we toch iets meer ballen vast konden houden via David voorop en dan er wat meer uit konden komen. Ja, naarmate de wedstrijd vorderde zag je ook aan ons dat we toch wat meer risico gingen nemen om een goal te maken. En dat deden hun gewoon de hele wedstrijd natuurlijk. Die waren gewoon op zoek naar die goal. En daardoor was ook een fase in de tweede helft dat de ruimtes gewoon wel groot werden. En toen kregen hun een paar behoorlijke kansen. Daar zijn we goed weggekomen. En we hebben zelf natuurlijk een aantal kleine mogelijkheden gehad. Maar ik denk over de hele wedstrijd gezien ben ik heel tevreden. En blij met het punt. Ja, nou, duidelijk. Het kantelpunt in deze wedstrijd, waar zag je dat? Nee, ik vond niet dat er echt een kantelpunt was. Want ook dat ik vond dat wij in de tweede helft wat betere kansen kregen, hou je toch elke keer je hart vast. Omdat ik vind dat DVS met een Akla, met een Velda, met een Arends een paar keer gewoon heel gevaarlijk eruit kan komen. En dan weet je dat ze de kwaliteit hebben dat ze dat ook een keer kunnen afstraffen. Daarom ben ik blij met deze wedstrijd dan uiteindelijk de nul hebben gehouden. En dat we ook niet echt heel veel uitgespeelde kansen hebben weggegeven in de tweede helft. Maar wij waren vandaag gewoon aan de bal niet goed genoeg. In ieder geval bepaalde spelers waren niet goed genoeg. En daardoor hebben we te weinig afgedwongen. En dat is ook een compliment aan DVS. Want die hebben gewoon vanuit een goede organisatie gespeeld. En met de juiste beleving en inzetten. Ze klapten er vol in de duels. Ver overigens. Dus dan verdien je uiteindelijk ook een punt aan deze wedstrijd. En dat hebben ze gekregen. Oké. Volgende week spelen jullie thuis tegen? Wij spelen thuis tegen Barendrecht. Nou, heel veel succes erbij. Roland, volgende week uit naar... RVVA, hè, dacht ik. Ja. Nou, dan bedank ik jullie voor dit interview. Dat was hem. Dat was hem.